In het glasatelier van Peter Heijman wordt gewerkt aan nieuwe glas in loodramen voor een pand in Scheveningen. Particulier jong stel uit Scheveningen. En via een kennis van mij, die woont daar in de buurt, die had mij aanbevolen. En met het verzoek om glas en lood in de woonkamer in de toegangspuit van het huis te maken. En het zijn allemaal een beetje monumentale panden uit de jaren 30. En er zat geen glas en lood in. Dat is, wat heeft er ooit ingezeten. We zagen in de suite deuren dat daar nog het originele glas en lood zat. En toen heb ik een paar schetsen gemaakt. En na een van die schetsen zijn ze hierheen gekomen om de definitieve kleuren en soorten glas uit te kiezen. Veel oude huizen waren oorspronkelijk voorzien van glas in loodramen. Het geeft de oude panden een prachtige lichtinval en een karakteristieke uitstraling. Maar in de jaren 60 werd in veel panden het glas in lood verwijderd in het kader van de vernieuwing. Tegenwoordig zie je steeds vaker dat bij renovaties de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. En glas in lood wordt teruggeplaatst waar het oorspronkelijk ook heeft gezeten. De panden waren vaak gebouwd en voorzien van glas en lood. En in de jaren 60 was dat een soort vernieuwing. En toen zijn al die ramen vaak verdwenen. Ook de paneeldeuren werden betimmerd met triplex. Alles moest glad en strak zijn. En nu willen de jonge mensen die panden weer kopen, willen dat graag weer in de originele staat terugbrengen. Nou, je ziet het vaak in de straat. Dan mankeren dan van een paar panden is het glas en lood verdwenen, terwijl het wel hetzelfde type woningen zijn of huis. Dus dan kan je wel inschatten dat het daar gezeten heeft. Het was ook echt de gewoonte om daar bij oplevering glas en lood te plaatsen. Ja, Laan van Meerdervoort, Staatskwartier, Voorburg, Alkemadelaan. En daar zie je al dat glas en lood nog zitten. En deels ook ontbreekt. Als vandaag de dag glas in loodramen worden teruggeplaatst, kan er wel meteen rekening gehouden worden met de eisen van deze tijd. Bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik. Glas in lood kan bijvoorbeeld worden teruggeplaatst met aan de buitenkant een laag isolatieglas. Of het kan helemaal worden verwerkt in een profiel met isolatieglas aan beide zijden. Eerste optie, gewoon vervangen het gewone glas voor glas en lood. Nu is het natuurlijk heel erg actueel de energielabel van de huizen. Dus de mensen willen ook het glas geïsoleerd hebben. Dus ze hebben al vaak het blanke glas al vervangen door isolatieglas. En nu willen ze dan het glas en lood ook in isolatieglas verwerkt hebben. En dat kan. Soms moet je kleine aanpassingen doen aan de kozijnen. Of er komen soms ook nieuwe ramen en kozijnen in. Dan wordt er gelijk rekening mee gehouden dat er isolatieglas in kan. Het is gewoon isolatieglas waar in de spouw van het isolatieglas wordt het glas en lood met een speciaal profiel mee verpakt, zoals wij dat noemen. Om zo'n oude situatie op een mooie manier te kunnen herstellen, gaat Peter altijd eerst kijken in het huis. En soms ook bij andere huizen in de straat. Ik probeer een beetje de kleurkeuze al van tevoren te bepalen, te plekken. En ook aan de hand van wat er in de omgeving aan kleuren of patronen zijn. En dan maken we een paar schetsen. Daar hebben we een digitaal speciaal softwareprogramma voor, dat heet GlassEye. En daar kan je ook de glassoorten zitten in de bibliotheek. Dus de glassoorten die hier uitgekozen hebben, corresponderen met de soorten in dat programma. Dus je kan een vrij realistisch beeld maken van hoe het in werkelijkheid eruit ziet. Het blijft natuurlijk een print, maar dan heb je toch wel een goede inschatting van het eindresultaat. Soms kopiëren we het met toestemming van de buren. Dat het echt in stijl blijft van hoe de architect het toen bedoeld heeft. En dat komt regelmatig voor. Dit is een voorbeeld ervan. Oorspronkelijk waren het hele andere kleuren, maar de vormgeving is wel gehandhaafd zoals we dat gedacht hebben. En ook voorkomt in die buurt en in die omliggende panden. En in samenspraak met de klant hebben we hier in het atelier de uiteindelijke glassoorten en kleuren bepaald. Nou, ze is nu het paneel aan het zetten, in het lood aan het vatten. Ze heeft eerst van de verschillende glassoorten al die stroken gesneden. En ook al die rondjes hebben we geboord met een diamantboor. En alles gecompleteerd, dat al die losse fragmentjes op een plank liggen. En vanaf die plank wordt het dan gezet in lood. Nou, eerst gaan we inkopen bij een leverancier het glassoort wat er uitgekozen is, als we dat niet op voorraad hebben. En de meeste soorten zijn allemaal redelijk goed verkrijgbaar, dus dat kopen we in, dat is toevallig van de week binnengekomen. Dan gaat zij uitgerekend wat voor maatvoering het moet zijn, die ruitjes, afzonderlijk. Die gaat ze snijden op de snijtafel
Vervolgens complementeert ze dat hele setjes glas en lood. En vervolgens, als laatste stap of ene laatste stap, gaat ze het in de lood zetten. Als het in de lood gezet is, dus is het paneel helemaal klaar, dan moet het dan weerszijdig gesoldeerd worden. En in dit geval komt het niet in isolatieglas. Dus het is een enkelvoudige glas en loodraam, wat aan de binnenkant van isolatieglas wordt geplaatst. Dat was de keuze van de klant. Die willen het materiaal voelen en niet dat er tussen twee glasbladen zit. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het ziet er dan wat echter uit van binnenuit. Anders zie je altijd de reflecterende glasplaten van het isolatieglas. Zo wordt bij het renoveren van panden steeds vaker gekozen voor het herstellen van de oorspronkelijke situatie en het opnieuw aanbrengen van glas in loodramen op de plaats waar die oorspronkelijk ook hebben gezeten. Ze willen eigenlijk weer de oude staat terugbrengen, zoals het eigenlijk bedoeld was door de architect tijdens de bouw van het pand in de jaren 30. Ik weet niet precies de datum, maar ik schat zo de jaren 30 dat het gebouwd is. En je ziet omliggende panden is er nog gehandhaafd en het is eigenlijk een kale plek of een grijze plek in die straat. Dat daar dan net geen glas en lood in die bovenlichten zit. En je merkt ook in de praktijk, als er één schaap over de dam is, in zo'n straat, ze zegt, waar heb je dat gedaan? Zo is het in dit geval ook gedaan. Bij haar buurman heb ik het gedaan. En die heeft op een gegeven moment gezegd, je moet naar Peter gaan, of naar Oude Rijswijk. Die kunnen dat heel goed voor je maken. Ik denk dat het zeker een waardebepaling, waardeverhoging zeker is. Het pand is weer in oude staat hersteld, inclusief het glas en lood. En het geeft natuurlijk een hele aparte uitstraling. Nou, het geeft natuurlijk de sfeer van de jaren 20, komt weer terug. En de architectuur is weer hersteld, inclusief het glas en lood. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Glasatelier Oud Rijswijk.